Ik zing in het koor van Zingen voor je leven. Omdat het een koor is die bestaat uit mensen die met kanker te maken hebben gehad. In welke vorm dan ook. Zelf heb ik borstkanker gehad. Vorig jaar heb ik mijn partner verloren aan kanker. En ja, ik wil zingen gewoon. Het is mijn lust in mijn leven. Schitterend. Heel mooi. Ja. Ja. Heel bevrijdend. Door mijn situatie, wat ik heb meegemaakt, zit je heel erg vast. Met je spieren en met alles. Dan kom je helemaal los en het lijf komt los. En het is zo fijn om te zingen. En dan ook met Annemarie. Ja. En, die heeft, zo, die heeft iets in zich waardoor je meedoet. Maar je krijgt er zoveel energie voor terug. Dan voel ik me gewoon happy als ik vanmiddag hier de deur heb gaan en ga ik op vleugels. Dat is echt zo. Ziekte en eindigheid, wat bij iedereen toch een rol speelt in dit koor. Als je dan die kracht kan aanspreken, zoals Annemarie dat doet met dat zingen, dan blijkt je dus enorme geestdrift naar boven te kunnen roepen. Ja. Nou, en zingen, dat is natuurlijk een heel emotioneel iets. En dat verbindt ons, denk ik, met elkaar. Ja, je hebt bijna allemaal hetzelfde meegemaakt. Of in ieder geval dezelfde ziekte. Ja, en je weet van elkaars verhaal. En daardoor zit je er in één oogopslag. Weet je van hoe het met de ander gaat. En ja, dat is gewoon super. Dat is gewoon geweldig. Ja.